TV Valkenburg vandaag blikt terug naar het afgelopen jaar met Dit was 2017. Donderdagavond 4 mei werd aan voormalig KNIL-militair Jos Gielissen postuum de medaille Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt door burgemeester Jan Schreijen. En dat is iets wat wij nu zullen doen namens de minister. En ik doe dat aan Ger Gielissen. Hij is meer dan 20, 25 jaar bezig geweest om uiteindelijk een stukje rehabilitatie te krijgen voor zijn oom. Na het gereed komen van de Geulpoort en 2 jaar na het vertrek van de vorige exploitant heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul als verhuurder van de Geulpoort een nieuwe exploitant gevonden. Wij zijn Valkenburg. Wie dat is en wat de beide heren gaan doen in de Geulpoort, dat ziet u in het volgende item. Waarom gaat je hier beginnen? Ja, kijk hem degene. Dit is, als ze naar Valkenburg kijkt, is het toch een van de iconische gebouwen. Ja. Bjorn, wat zit je van plan onder in het kleine horecagedeelte? Wat gaat je daar doen? Hetgeen wat we er willen gaan doen, is onze kantoorwerkzaamheden voorop staan. Die voor eerst op een andere locatie op het Theodorplein verzorgden. Maar daarbij, Camille zei het al, er komen een hele hoop lui voorbij. Ja, die wil voor aanspreken. Dus jullie die informatie willen hebben over het dagtoerisme, maar ook vooral over het groepenmarkt, waar we eens op richten, de bedrijfsuitjes, teambuildings in Valkenberg, dat die jullie in ieder geval naar binnen lopen. Vandaag, donderdag 5 oktober, worden de laatste 11 struikelstenen in het kader van de Stolpersteinen voor de huizen gelegd waar Joodse medeburgers hebben gewoond en die in de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd naar de vernietigingskampen in Duitsland en in Polen. Hoe dat in zijn werk gaat, dat ziet u in het volgende item. We zijn op nummer 44 en op nummer 22 in de Willemienlaan te gast en we gaan ook kijken in de Emmelaan. In de Emmelaan, voor huis nummer 29, werden de 2 laatste stolperstuinen gelegd, ter nagedachtenis aan Leip Eisenberg en zijn vrouw Maria Eisenberg-Goldberg. Maar helaas weet de Sicherheitspolizei haar op te sporen. En dat betekent natuurlijk voor haar het doodvonnis. In januari 1944 wordt ze daar gearresteerd. En precies een maand later, op 11 februari 1944, sterft zij in een van de gaskamers van Auschwitz. Ook op deze locatie sprak de heer De Reus een Jiddisch gebed uit. Zondag 15 oktober 2017 gaat de boeken in als een zeer drukke bokkenmaart. Met een middagtemperatuur van 25 graden in het centrum, zon overgoten en een strak blauwe hemel was het goed vertoeven op de markt en op de vele terrassen. Voor het eerst tijdens de bokkenmaart was de Geulpoort opengesteld voor het publiek. Tegen een kleine vergoeding van 1 euro kon men de top van de poort beklimmen. Het Heksengilde plantte woensdag 25 oktober een zwarte berk in de natuurspeeltuin bij de wethouder Paulsenlaan. De boom werd ter beschikking gesteld door de gemeente Valkenburg aan de Geul en moet een blijvende herinnering zijn aan het takkenwief Franny Hammink.
Deze voorvechter van het Heksengilde stierf afgelopen voorjaar. Alle leden en aanhangers van het Heksengilde kwamen bijeen om samen met de familie van Franny Hamming de boom te planten. Vandaag bij de planting worden nog twee kleinkinderen van Franny de Biel. Die hebben een krans in het gaat gelegd. Waarom wordt dat? Omdat de heksennaam van Franny wordt Takkenwief. En die, toen Franny overleden is, is op de zerk, het is ook een kruis van takken gelegen. Dus niet een normaal kruis. En dat is dus de herinnering aan Franny. Dus ook deze boom is een herinnering aan Franny? Ja. Dus hebben we dus geplant als een herinnering aan de oprichter van Heksengilde Voetman. Kijk voor meer tips naar Uit in Valkenburg via tvvalkenburg.tv/uit.